Sinds ik me kan herinneren ben ik eigenlijk aan het schilderen en tekenen geweest. En dat werd alleen nog maar versterkt toen ik in het Rijksmuseum de Nachtwacht zag. Het heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Ook omdat Rembrandt uit Leiden kwam, dan kun je dat makkelijker identificeren. Ik kom ook uit Leiden, ik loop over diezelfde stenen. Ja, dan is het een soort held voor je. Ik maakte foto's als studies voor mijn schilderijen. En op een bepaald moment vond ik dat die foto's een kwaliteit van zichzelf kregen. Ik ging die foto's printen. Maar dat vond ik te direct, dus je keek naar een persoon. En als je naar verf op doek kijkt, dan is het abstract. Dan kijk je naar verf op doek en niet naar een persoon. En dat wilde ik ook uit de directheid van de fotografie halen. Dus ik ging door transparante mediums fotograferen. Glas, matglas, achter druppels, zodat ik mezelf op afstand zette van het onderwerp. En ik wilde die afstand vergroten door het ook te printen op transparante materialen, zodat ik het werk kon opbouwen uit transparante lagen, zoals je met een schilderij ook doet. Krakelee is voor mij een verwijzing naar de schilderkunst. Het is een verwijzing naar de tijd. En het is direct ook een verwijzing naar vanitas, naar het contrast tussen schoonheid en vergankelijkheid. Het symboliseert het verval, het vlieten van de tijd. Nou ja, als je naar een foto kijkt, is het meestal verleiding. Of je kijkt naar een persoon, of je kijkt naar veel te concreet naar iets. En dat wil ik eruit halen. Ik vind het een hele fijne ervaring als ik naar een schilderij kijk, naar een naakt. Dat ik me niet schuldig hoef te voelen dat ik er kijk, want ik ben er niet. Het model is zich niet bewust van mijn aanwezigheid. Het is geschilderd. Er heeft een filter tussen gezeten van de kunstenaar die het gemaakt heeft. En die afstand wil ik in fotografie ook creëren.